Welkom bij de Magische Momenten podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en vandaag ga ik je meenemen in een meditatie die heel veel ruimte kan geven en bevrijding kan veroorzaken. Bevrijding van gevoelens van spanning, van de lat zo hoog leggen dat je er gek van wordt. En dat kennen we allemaal, dus ik ben blij dat ik deze meditatie met je kan delen. Neem een fijne positie in. Deze meditatie kan je zittend of liggend doen en sluit rustig je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling en neem maar waar hoe die als vanzelf in en uit je lichaam beweegt. Neem maar waar wat het doet om zo met je aandacht bij je ademhaling te blijven. En als er gedachten komen, kun je die gewoon voorbij laten drijven. En rustig terugkeren naar de aandacht voor je ademhaling. En het gevoel van hoe je adem in en uit je lichaam beweegt. En dan mag je rustig je aandacht brengen naar iets waar je op dit moment spanning over voelt. Iets wat je heel goed wil doen, iets wat je misschien heel belangrijk vindt. Je mag gewoon kijken wat het eerste is wat er bij je opkomt. En als je zo'n situatie voor je hebt, dan mag je jezelf vragen, wat vind ik hier zo spannend aan? Of wat vind ik hier zo belangrijk aan? En in plaats van dan te denken, maar het valt misschien wel mee, of aan oplossingen te gaan denken, neem je simpelweg waar wat er voor jou zo belangrijk aan is, of wat de spanning oproept. En je blijft dan aanwezig bij wat er bij je opkomt, aan gedachtes en gevoelens. En kijk of je hier nog verder en dieper in kan gaan. Dus wat vind ik er nog meer spannend aan? Of waar ben ik bang voor? Of wat is het ergste dat er kan gebeuren? En neem waar wat voor antwoorden er op die vragen opkomen. Blijf rustig ademhalen. Zet niks vast. En kijk wat er gebeurt als je eerlijk bent en onderzoekend bent over wat de spanning bij jou oproept. Kijk of je niet in het verhaal of in het drama verdwijnt, maar dat je kan observeren, maar ook voelen wat het met je doet.
En kijk maar wat er gebeurt als je daar zo bij aanwezig bent, met een onderzoekende blik. De kans is groot dat het meevalt wat je tegenkomt. En als het niet meevalt, dan is het wellicht toch wel heel bevrijdend om daar eindelijk eens heel goed naar te kijken. Te kijken naar wat er onder de oppervlakte in jou leeft. Dus blijf daar nog even bij en kijk met deze ogen naar wat je tegenkomt. En als je merkt dat het even te veel wordt of dat het een beetje naar je hoofd begint te stijgen, dan kun je rustig je aandacht brengen naar je voeten op de grond en je billen op de stoel. Of als je ligt naar de ondergrond en hoe je daardoor wordt gedragen. Dan blijf je nieuwsgierig aanwezig bij jezelf. Bij wat je voelt, misschien wat er nog opkomt. En dan mag je nu voor het laatste gedeelte van deze meditatie erbij stilstaan wat juist je verlangen is in deze situatie. Je hebt net gekeken naar wat de spanning veroorzaakt of welke angst er misschien op zit. En nu mag je jezelf vragen welk verlangen erbij hoort. Dus wat wil je juist heel graag ervaren? Kijk wat er bij je opkomt. Misschien gaat het om vrijheid, connectie, rust, volheid, vreugde. Kijk maar wat er bij je opkomt, wat jouw verlangen is dat bij deze situatie en bij deze spanning hoort. En kijk maar of je dat gevoel waar je naar verlangt, of je dat ook daadwerkelijk in je lichaam kan voelen. Als je denkt aan die bevrijding, als je denkt aan die rust, kun je die dan ook waarnemen nu al in jezelf. Als er gedachten komen over hoe je dit kan oplossen of hoe je dit kan brengen in je leven, dit verlangen, laat dan die oplossingen, die gedachten rustig voorbij drijven en neem nog even die ruimte om gewoon te voelen, in te tunen op dit verlangen. Blijf rustig ademen, zet niks vast.
Blijf nog even aanwezig bij jezelf en alle gevoelens die er nu in je lichaam zijn. Neem maar waar wat het met je heeft gedaan om zo echt te kijken. Te kijken naar zowel de spanning als het diepe verlangen. Kom dan weer heel rustig terug met je aandacht naar de ruimte waar je nu zit of ligt. Op je eigen tempo kun je dan je ogen weer openen. En even navoelen wat deze meditatie met je heeft gedaan. En uiteraard is dit een hele fijne meditatie om daarna ook nog even over te schrijven. Wellicht over de ontdekkingen, de inzichten die je hebt gedaan, over de angst en de spanning die er in je leeft, maar ook over het verlangen dat je hiermee op het spoor bent gekomen en wat je hier eventueel in kan doen voor jezelf. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt dat je mee hebt gedaan. Als je de meditaties waardeert, ik vind het fantastisch als je een review achterlaat in de Apple Podcasts. Laat een mooie beschrijving achter van hoe je de meditaties ervaart. Vind ik ontzettend leuk. En voor nu, tot de volgende keer. Ik zie je bij de volgende meditatie in de Magische Momenten podcast.